Hallo kijkers van Shiny Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Harmony Shiny Case Lock. We zijn er nog steeds, what the fuck. Hoe? We weten het niet, maar dat maakt niet uit. Wij gaan zo meteen een cage match doen, want daar zijn we gebleven. Sander moet eerst denk ik nog eventjes naar het Pokémon Center, of niet? Oh ja, dat kan. Weet je nog trouwens, dat was volgens mij de eerste aflevering die we vandaag opnamen. Oh. Weet je nog dat ik zei, hey, het is beter om iemand anders in je team in te zetten? Ze zei zo, wie dan? Weet je dat dat eigenlijk een hele gemene tactiek was om je team te bekijken? Oh, kijken wat de super effect. Wow. Toen verloor ik Purple Rain en dat was eigenlijk mijn way to go. Oh, maar wauw, dat je zo wil winnen. Dit is wel een beetje dom van mij om alsnog te zeggen, want ik, hoe heet het? Terwijl ik gewoon de hele tijd speel, gewoon, dus iedereen kan gewoon de hele tijd mee. Jij kan ook gewoon de hele tijd meekijken met met de Pokémon die ik heb. Ja, daarom zei ik dat ook. En het was niet slim, want nu ga je me de volgende keer ga je zeggen, ja, wat op, gozer, wat op. Ja. Dus dit was eigenlijk niet zo slim, maar ik ga jou wel even minussen, zodat ik jouw scherm niet zie. Ik ga mezelf plussen, dan zie ik mijn eigen scherm. Dat vind ik oké. Oké. Dan ga ik jou even uitnodigen voor een battling. Doe dat maar. Dit wordt interessant. Dit wordt zeer interessant, Ding. Ik ben benieuwd. Ik heb wel een idee naar wie ik in wil gaan. Ik weet niet of het slim is. Maar ik heb wel een idee aan wie ik in wil gaan. Dat is fijn, dan duurt het niet weer 5 jaar. Of jij, zeg maar, dit gaat callen. Ik heb mijn keuze al gemaakt. Als in, van in mijn hoofd. Ja, ik dus ook. En dan ga ik toch weer twijfelen als ik ze allemaal zie. Nee. Allemaal. Nee. Als ik ze allemaal zie. Ik ga niet twijfelen. Twijfeling. Booming. Oké, er zijn 2 Pokémon. Als je die kiest, dan kan ik niet winnen. Nou, dat is niet helemaal waar. Dat is niet helemaal waar wat ik nou zeg. Waarom ben ik bang dat dit duurt me te lang. Oh nee, dat is hij. Ja. Oké. Ik wou ook al zeggen, waarom ben ik bang dat... Ja, als je mij even volgt, dan... Smiley! Ja, oké. Okay. Ja, sorry man. Oh. Nou, dat was hem. Dankjewel voor kijken. Oké. Nee. Nee, we doen hem even opnieuw. Maar wel met hetzelfde. Ja, tuurlijk. Ik ben geen falsing speler, hè. Dat zeg ik ook, omdat ik nu voordeel heb. Nou, nee, dat zei ik de eerste cage met je ook. En toen had ik nadeel, dus... Ja. Dit hebben we wel vaker gehad, hè. Dat is wel een beetje jammer. Ja. Maar hey, I just met you. And this is what the deck says. So is my number. And call me Slugma. Hallo Slugma. Hij is Milo. Bijna Slugma. Jij eet niet Slugma. Nee. Ik ben niet zo'n glibberig heet met beestje. I'm the blade of made of blood. But I'm a magma. Nee. Nu kan ik niks. Dit ligt compleet aan mij. Yo, nee. Zeg maar, jij gaat uit naar Smiley? Had je daarom ook kapot op nee, voor Slimy. Gezet? Slimy. Nee, dat was gewoon zo. Oh. Slimy. Dit duurt weer lang. Kom op, allemaal. Spuit nat dat glibberige monster. Maar ik denk dat ik hem toch... Maar ik had hem graag nat gespoten en dat had ik ook gedaan als mijn Purple Rain nog leefde. Want dan was ik naar Purple Rain uitgegaan. Wat nog best wel risky was. Nou, wat is dit? Gaming is Bang issuing a challenge. Send out Furry. Furry. Oeh, spannend. Wat ga jij uitzenden? Ik weet het niet. Het is een Slimy. Oh, dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat je die anders had. We kunnen dat glibberige monster even nat spuiten. We zijn verder dan net. Dat is in ieder geval iets. Ja, dat is waar. Ik weet oprecht niet meer wat we hebben afgesproken eigenlijk.
Mochten we Mega Evolven? Ja, 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 we mogen Mega Evolven. Ah ja, er was eentje die we mochten Mega Evolven en de rest moest je verdienen, zeg maar. Nou, dat was hem. Maar, wat positief is... Sorry. Nee, dat geeft niet. Wat positief is, hij had een revive, dus ik mag hem maar blijven gebruiken. Oh, dat is slim. Mm-hmm. Daarom heb je hem ingezet, zeker? Yep. Dat is de reden waarom ik hem heb ingezet. Ik kon niet anders, want anders had ik maar één Pokémon over gehad. Slim. Maar je hebt wel zo'n cagepunt erbij. Nice. Nicing. On the cake. Milan could not be registered. Ik heb je helemaal... Nee, flikker op. Zo. Oké, ik ga Pokémonen vangen. Ja, voor mag tijd. Dat? Kan dat? Ja, we kunnen in de volgende route allemaal Pokémonen vangen. In ieder geval één. Oh. Milan. Ja. Wat? Spijt me. Vergeet op opnemen te drukken? Nee. Veel erger. Wat? Ja, dat had ik beloofd, maar dat heb ik nooit meer gedaan. Nu is het fixing. Je ding omhoog. Zwarte balkje. Ja, ja. Je werd helemaal lijp dat ik dat had. En toen was ik het alsnog vergeten. Dat is echt zo'n ding, die moet je eigenlijk direct doen, hè? Want anders dan, als je dat ziet. Maar ja, toen was ik op school en daarna was ik het natuurlijk weer vergeten. Ik heb van die Great Balls gevangen. Gepakt, gekocht, gekoopt. Oké. Cool. En we weten wat Sanne van Great Balls vindt. Die likes hem. Dat is wel zo. Volgens dat clip is het zo. Ik doe hem ook toch weer op, hè. Ik doe hem echt de hele aflevering al op en af. Ik weet ook niet wat ik ermee wil. Ja, je moet ook gewoon die hoed gewoon aflaten. Ben je Professor Layton of zo? Jij bent Professor Layton. Ik kan hem weer spelen namelijk, dus ik ben hem nu volgens mij gewoon. Wanneer komt die nieuwe nou Sandring? Moeten we daar eigenlijk ook een big stream van maken of dat niet? Dat jij hier naartoe komt om Lightning te spelen? Nou! Ik weet alleen niet hoe ik dan zit, zeg maar. Ik weet, het is nog niet eens bekend wanneer die uitkomt. Nee, dus... Maar welke kant moeten we op? Naar route 14, dus je moet in die buitenste rand route 14 zoeken. Maar route 14 moeten we opletten, want daar mogen we... En dan kunnen we... We moeten nog iets anders doen, maar wat? Ik heb geen idee. Dan moet je weer tegen die Lysander vechten zeker of zo. Dat zou best kunnen, maar hoe? Ik heb geen idee. Als in... Ga nou gewoon... Ja, ga nou gewoon... Laat me gewoon met rust. Dat was in die deze toch? Oh, was het hier in de shopping van de team? Ja, zeker! Welke shopping zit jij dan? Ik zit De Pokémon Center waar we net elke keer naartoe gingen. Ja. Als je daar even naartoe gaat. Wacht, links. Nee. Je zag hem net. Daar, achter dat. Deze? Money. Ja, daar. Ik vind het echt geen leuke stad omdat ik altijd vertrouw. No. We hebben gewoon. We spelen gewoon wat, tegen de maand. Wat wil ik van hem? Oh ja. Tip, ik zou niet voor items kiezen. Nee. Ja. Mag ik helpen? Ik zou van de revive kiezen. Five. Ja. Slim. Wacht, mag ik even kijken wat mijn dingen zijn voor de beslis? Ja, dat mag. Term boeit me niet zo. Strength. Oké, leuk. Rock Tomb heb ik niet zoveel aan, want dat kan. Power Punch. Oh, die leert bij level up of zo. Ja, die heb je al. Ja, maar hij stond learn, dus ik dacht dat ik die via TM. Maar dat... Nee, revive man. Revive. Slimpy. Yo, Jort. Moet je ontdekken? Paula sjoggert met vruchtenvlekken. Yo, dit voelt wel als letermuziek, man. Dit zou, als je mij zou zeggen, dit is letermuziek, zou ik denken, oh ja, tuurlijk. I do believe in you. Tiddelulup, tiddelulup.
Hey Trevor! Yo, ik ben die ene guy. Die deed dat ook altijd. Van Net Survival Gids. Die deed ook wat ik nu doe. Kokosnoot kapping? Nee. Die deed ook. En dan deed hij zo. En dan deed hij zo. Ja, dat deed hij. Oh ja, dat deed hij, ja. Ik weet niet welke. Hij had het wel altijd. Het is die, ik ben die guy van Net Survival Gids. Het was een leraar, maar ik weet niet eens wat voor leraar. Eigenlijk. Ik heb geen idee wat. In die buitenste rand, waar grote oh, dit ziet echt heel crazy uit. Ja, je bent ook zo'n crazy guy. Laat me alsjeblieft met rust. Laat me alsjeblieft niet moeten vechten met hun. Want hoe moet ik nu lopen? De buitenste ring zoeken, ja. Daarna verder lopen en dan als je daar bent, straks naar rechts. Ah, oh, ik moet tegen Serena vechten, wauw. Welkom bij The End is Near. In the end, nou, dat is niet waar, want je hebt nog een... Oh nee, je hebt... Oh, je hebt die revive natuurlijk geusinkt. Freaking. Weet je nog hoe ik de vorige keer wiped? Nou, het Serena. Ja. Yeah. Nee, door die Epsol, toch? Ja. Yeah. Hier staat grote 14, dat is hem, hè? Ja. Dat is hem. Kijk, ik ga even serieus. Deze guy voorop zitten. Wat is de volgende level cap? Ga ik zo voor je kijken, momentje. Niet dat we er nog mee... Ah, jawel, ik heb wel gedaan, meegedaan. Ja, jij hebt wel netjes aan de cap gehouden. No cap. 49. Ik heb het gevoel alsof we geen Pokémon gaan vinden. Of geen, niet veel nieuwe routes, zeg maar. Wist je dat, volgens mij is het niet zo dat Meowstic de gender heeft van degene die... Yeah. Van de gender van je trainer. Ja. Yeah. Wist je dat? Van de tegenstanders, ja. Trainer, ja. Nee. De Meowstic, die is bij mij male, omdat mijn rival is een male. Ja, dat bedoel ik. Ja. Oh ja, dan hebben we het wel over hetzelfde. Dan ben ik gewoon aan het keuring. Ja, maar dit komt door die reflect, hè? Anders was het gewoon een KO. Swordsdance. Swordsdance, Epsil. Nee, jij kunt het. Zie! Bro. Bro. Ik zei toch dat je het kon. Hij is ook al Monic type, daarom dacht ik hem Monic kill. Oeh, Greninja. Epic Ninja. Greninja. Als hij ook harmonic type is. Dat denk ik niet. Ik denk dat Greninja... Nee. Oh. Wat moet ik dan inzetten? Niet steel volgens mij. Dus dan kan best met Dweeble. Heb je een flying move? Nee, hè? Nee. Heb je een poison move? Nee. Dat weet ik niet. Maar wel zo'n bukje, hè? Niet swording the dancing. Dancing with the swords. La la li la la. Wacht. Oh, super fake. Oh, wacht. Hij was wel. Hè? Oh ja, dat was ook zo. Hij heeft. Hoe noem je dat? Protein. Dus een. Zijn hidden ability. Dus hij verandert in de aanval. Type van de aanval die hij doet. Oh ja, net als de andere ding. Doe. Net als die in Pokémon Scarlet en Pokémon Violet ding. Hij heeft drie keer spikes gedaan, shields? Dus ik moet gewoon niet switchen. Is Psyche Shields niet dat je ook nog damage krijgt? Ja, kutzooi. Dat weet ik helemaal niet. Maar kan die... Dit is fucking OP. Spiky Shield is fucking OP. Wie heeft dat bedacht? Game Freak. Nee. Ja, maar dat is ook zijn hidden ability, hè? Ze hebben gewoon die starters van de Arrival hidden ability gegeven. Ja, dat kan. Als jij het zegt. Ik vind Spiky Shield niet leuk, man. Ik ook niet, man. Ik hoop niet... Ga nu Spiky Shield... Nee, nu doet hij Sleep Bomb.
Wat een lul. Seed Kabooming. Zag je hoeveel dat deed? Nee. Nou, kun je rekenen? Reken er maar niet op. Twee en... Nee! Oh, Sparkle Shield is een aanval, geen ability. Maar ik kreeg geen damage. Terwijl ik deed wel een attack. Oh, dat is alleen physical. Let's get. Oh, als je zo'n lijn hebt, hè. Yeah. Yo, niet normaal. Dan heb je zo. Ja. En dan ik. Ja. Ik ga hem wel even af. Ah, spiky shield loser boy. Loser boys. Doe nou niet. Nee, niet tegen jou. Tegen de chest en nothing. Doe nou niet. Laat chesting nothing? Because he is nothing. Nottingham Forest? Nothing is he. Snap je hem? Zeg maar, ja. Nothing is... Zeg maar, ja, nothing is in het Engels, zeg maar, niks. En dat is chestnut. Want chestnut is fucking kut. Lelijk. Net als Chespin en zijn hele line mag dood. Chespin is, valt nog echt wel mee. Nee, Chespin valt nog wel. Dus Chespin is nog minst kut van z'n alle drie. Dat zegt heel wat. Quilladin is echt wel gewoon heel lelijk. Ja, ik vind chestnut... Nee, oké, chestnut is niet lelijk, maar ze komen wel aan de buurt. In de buurt. Eén. Neem je zoete geur Pokémon mee, want we gaan hier zoete geuren verspreiden. Ja, maar je hebt toch gewoon een Pokémon in je box die zoete geuren heeft? Oh ja, want die is dood natuurlijk. Ik wou zeggen, die heb ik niet, want die is dood, maar dan heb ik die dus wel. En die andere had ik natuurlijk gereleased, omdat die was illegal. Hé, een Rare Candy, die hebben we nog niet. Oh, die wil ik ook. Serena, hou nou op! Of nee, hoe heet ze? Serena is Pokémon. Shauna het gaan. Yo, zou ik dit doen? Kizuna? Misschien ga ik wel winnen, hè? Krijg ik dan ook een cage match point? Straks hebben wij een kei goed team, word je gewiped? Ja, dan is het klaar. Oh, Sweet Sand werkt niet omdat het regent. Waarom ga ik dan een Sweet Sand halen? Waarom ga ik dan... Dan hoef je er niet te halen, dus blijkbaar. Wat een kutspel. Nou, misschien regent het bij mij niet, hè? Dat kan. Nee, het regent altijd in deze route. Jo, het regent echt. Zonnestel? Nee, het klonk net alsof ik jou niet... Yo, hier heb ik mijn shiny, eerste shiny. Eerste shiny in. Ja? Ja, weet je dat niet meer? Ja, nou, niet echt eerste shiny, want mijn eerste shiny was in Alola nog wat, is nog wat. Mm-hmm. Gaan we nu shiny hunting? Ik heb wel, ja, ik heb een Pokémon nodig. We spreken af, mochten we Carablast of Shelmet vangen, dan mogen we hem in PKX evalueren. Nou, die heb ik al. Een van die twee. Shelmet had ik al. Oh, ik dacht dat is een shiny, maar het is geen shiny. Ik keek er ook naar en toen ik kreeg een halve hartsverzakking en ik dacht shiny! En toen was het geen shiny. Weeping though. I do be weeping. Ik heb nog niet echt een Pokémon gezien dat ik dacht van nou, daar zou ik heel erg blij van worden. Veel poison. Dat is ja. Op zich wel gunstig. En ik heb hem niet geheeld. Voor mij niet, want ik heb allemaal poison Pokémon. Voor mij wel, want ik heb niks tegen Harmonic. Ik heb gewoon zin in nog een Pokémon. Ik dacht eventjes, hoe kan dat nou? Wat heb ik nou weer getriggerd dat dit een cutscene was? Maar dat was helemaal geen cutscene. Dat was wel kut. Nee jongen, dat was helemaal geen cutscene. Het was wel een cutscene, maar geen cutscene. Weet je wat een cutscene is? Movistar. Of nee, Movistar Studios. Dat is een cutscene. Dat is een hele cutscene. Jouw ding is het wel echt raar, ik zie steeds witterig. Ja. Nee, wit-rode dingetjes in de dingetjes. And we don't like dingetjes. Jawel, maar niet we allemaal. Are anti-dingetjes. Jawel, maar niet allemaal. Hé, die Faceless Guy is weg. Niet leuk. Then you have a lot of bagging. Ik wil die Faceless Guy bevrienden.
Hey, Shelmet. Ik dacht ook even dat deze shiny was, maar dat staat nergens. Hey, je bent een dompie. Hey, ik dacht eventjes dat Shelmet van Shelgur, dat die roder was. Ah. Of oranje. Goomy. Oh, Goomy zou Goomy. Ik zeer graag willen. Goomy is natuurlijk Poison Dragon in deze game. Ja, dat is een draakie. En welke game niet? Oh ja, wacht. Er is een game waar die dat niet is. Ja, Goomy trouwens wel. Goomy is sowieso nog geen dragon. Volgens mij zijn ze pure dragon toch? Overal? Goomy? Maar Goomy wacht, is toch ik maakte dragon? Een grap omdat ik altijd vind dat het een poison type is, maar... Jij zei in deze game, maar in Legend Arceus krijgt het toch steel? Ja, maar ik zei poison dragon, zei ik. Ja, is hij geen poison? Nee, hij is een pure dragon. Oh, sad. Dus daarom zei ik in deze game, want het is een fan-made game. En misschien kunnen fans wel... Iets. Ja. Kijk naar jou. Zo'n lijntje echt. Ik denk dat wij gewoon op meerdere lijntjes tegelijkertijd staan, zeg maar. En dan precies naast elkaar. Dat denk precies. Ik. Wij doen gewoon veel lijntjes. Oh. Hey, ik heb helemaal geen Cherubi. Volgens mij komt het omdat ik de X-versie heb en jij de Y. Nee, want we hebben allebei dezelfde versie. Nee, dat was ook een grap. Oh, fuck. Ik kan het bij jou zo lastig inschatten. Hey, Bob! Ik wil wel een Bob. Die hoef ik... Oh nee, wel. Ik wil geen Bob. Ik heb al een water-Pokémon. Mijn water-Pokémon is dood, dus ik zou... Oké, daar met een Quagsire of met een Poison-type. Of met een Goomy. Ik ben dus oké met alles, behalve Shelmet. En Arcelor. Shiny Shelmet. Oh. Ah, deze guy hoef ik niet. Whirlipede, Rollmine en Tane. Ben jij een pool? Want hey, jij rolt. Hij is echt Carnivine. Carnivine wil ik ook wel. Ik wil ze allemaal wel. Dat is een vervanging voor mijn Tangela die ik... Shiny Haunter, kabooming. Heel ziek. Dat is zo'n poison type die ik wilde, toch? Ja, en ook zo'n geestige. Hij maakt wel lolletjes met jou. Fucking, hoe ga ik dat nou weer doen dan? Een pokeball gooien en nog een pokeball, nog een pokeball, nog een pokeball. Niet op run drukken. Niet op run drukken, is ook zeer belangrijk. Timebal gebruiken voor het laatst. Mag ik deze evolving door en dan zo en dan? Zeker, Rang. Gengar. Ik zou eerst eventjes met Rare Candies levelen. Of misschien hebben ze dat wel gewoon gefixt, zeg maar. Dan moeten ze ook snappen van, ja, dat is lastig. Hoe bedoel je? Dat je eerst even moet levelen met Rare Candies. Want misschien hebben ze wel gewoon gefixt dat je in-game kan evolven. Oh, zo. Hunter, doe nou niet zo. Maar hij doet het toch? Hij doet het wel toch, ja. Paybacking! Begging you. You should turn that down, baby. Baby. Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik heel leuk. Heel ziek, hij heeft gewoon een hunter. Dat vindt hij gewoon leuk. Ik had gewoon moeten zeggen dat ik het leuk vind. Dan denkt hij ook, ja, dat vind ik mooi in het leem. In leem, ja? Mooi dat jij dat geestig vindt. Jazeker, je manjong. Een geestig potioning type. Wauw. Geestig chloor. Snap je? Want het is een poison gas. Poisonous gas Pokémon. Chloorgas. Chloor 2. Je hebt gelijk. Geestig chloorgas. Oké, ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Nou, leuke aflevering? Daar was je op aan het wachten. Ik deed je al wel reageerde deze. Nee, man. Het was gewoon een slechte grap. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vind je Sander vermoeiend? Dat snap ik. Vind je hem ook een coole guy? Daar moet ik even over nadenken. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios. Doei. Amigos.